Ik ben Henk Hellemans, ik ben zaakvoerder van twee rederijen in de Gentse binnenstad. Gent Watertourist en rederij De Gentenaar. Rederij De Gentenaar hebben wij opgericht in 2004. Een andere tocht onder het Laurentplein door de tunnel in. En zo ben ik op het idee gekomen dat we een projectie moesten doen voor het Van Eyckjaar in die tunnel. En zo zijn wij eigenlijk partner geworden van de Seven Senses Tour. We hadden enorme hoge ambities voor 2020. De wereld is uiteraard veranderd en uiteindelijk zijn we dan nog zeer tevreden dat we dat in 2,5 jaren hebben kunnen inhalen. Dat we dan zien dat we met deze specifieke wandeling toch nog Antwerpen hebben overtroffen. Met de barokwandeling mogen we wel heel fier op zijn. De Seven Senses Tour werd heel goed ervaren door de deelnemers. En dat had eigenlijk twee redenen. Covid-gewijs, iedereen kon buiten lopen. Maar wat ik belangrijk vind, is dat het Duivelsteen en de Achtercirkel eindelijk werd opengesteld voor het publiek. Een tweede positief punt was dat wij daardoor ook een Oost-Vlaams publiek hebben aangetrokken, die normaal gezien niet echt een toeristische dag doet in Gent. Misschien wel shoppen, maar door die wandeling hebben we wel een publiek bereikt, laat zeggen in een straal van 20 kilometer. Het heeft inderdaad deuren geopend, want er is nu een visie gekomen dat het eigen toerisme ook belangrijk is. Dus toerisme in eigen land, toerisme in eigen stad. Dus het zijn zaken door COVID die nu ontdekt worden of werden, maar die wel in de toekomst zullen blijven. De ervaringen die we nu hebben op die 2 jaar tijd met de organisatie van Oh My God, denk ik dat we wel echt kandidaat zijn om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te worden. Als ik zie op die 2 jaar tijd hoe de samenwerking was met de dienst cultuur, dat is echt een heel dynamische ploeg, enorm gedreven, enthousiast. Dus ik denk dat als we dat allemaal samen met de Gentenaars dat we dat moeten kunnen verwezenlijken.